De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, is bezorgd over de economische situatie in ons land. Dit zegt VES-voorzitter Winston Ramotaan Singh. Hij geeft aan dat er een periode van ongeveer 2 jaren van redelijke stabiliteit was. Ramotaan Singh zegt dat er 2 ontwikkelingen zijn die de vereniging echt zorgen baren. De perikelen bij de centrale bank, waarbij de minister van Financiën vindt dat hij zijn begrotingstekort moet gaan dekken met ongedekt geld, monetair financieren noemt men dat. En een andere is, en dat zijn onafhankelijke bewegingen, is dat de banken geen valuta, geen contante valuta's meer geven. Ondanks dat de mensen hun geld daar contant hebben gebracht, mogen ze het niet meer contant opnemen. En dat creëert onzekerheid en dat creëert een druk op de dollar. Er is in de samenleving onzekerheid ontstaan over het kunnen beschikken over hun valuta, zegt de voorzitter. Niet voor niets heet het direct opeisbare tegoeden. Je moet het kunnen opnemen wanneer je wil, benadrukt Ramotaan Singh. Er zou geen probleem zijn geweest als we maar 1 koers hadden. Maar op dit moment geeft de bankje voor je dollar 7,40, 7,50 maximaal. En op straat, in de cambio, krijg je er 8 voor, ongeveer. Dus je bent een dief van je eigen portemonnee als je je SRD accepteert bij de bank. Daarom wil iedereen dollars hebben, omdat je dollar op straat meer waard is. Waaraan denkt u dat het ligt dat de dollar constant schommelt? Dus door die twee onzekerheden krijg je inderdaad een opwaartse druk. En als er weer wat vertrouwen is, gaat het natuurlijk wel weer terug. Omdat dit nog geen significante verslechtering is van onze Surinaamse SRD. Het is even een golfje. Belangrijk is dat we hem stabiel kunnen houden. Niemand moet u vertellen dat die koers omlaag gaat gaan, want daarvoor zijn de economische verhoudingen niet verbeterd. Integendeel, er is zelfs een verslechtering. Met die grote tekorten die overheid heeft, is er een verslechtering van de waarde van de SRD. Maar het hoeft helemaal niet omhoog te gaan. Met goed bestuur en een betere begroting kunnen we die koers stabiel houden. Tot zover Winston Ramotaan Singh, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. We spraken hem naar aanleiding van de economische situatie in ons land.